Hulle noem my Tannie Poppy. Poppeloppie, Poppeloppie, jou guy, guy, guy. Oeh, hulle sê ek is the queen of the rooster bread. As ek my oog opmaak, dan droom ek roosterbrood, die kom ek, dan vlieg op. Baie keer gesê, mami, lees nog donker. Ek kan nie lees nie. Ek moet gaan dat ek met my roosterbrood kom. Die bezigheidsmens blijf nie van sy bezigheid aan weg. So jy moet zorg dat jy elke dag is. Hulle sê brood is makkelijk, maar brood is ook zwaar. Op en af, alle in die ronde draf. Hoor je, ik spring en ik hop soos een kalf wat hier uit die kraal uitkom. Die vuur is warm. Die zon is warm. Die handen brand, die brood brand. En ik is net op mijn punten van mijn tonen, want allemaal moet tevreden gesteld worden. En hier is het hoe hard het is. Het is hard, maar je moet een glimlach hebben. Nee. Ik zit en geniet een heerlijke ijskoude glaas koeldrank om die moegheid af te slikken. Ik voel nog aan die moeite af tot onder mijn voeten. Kijk dan. Kleine roosterkoekie. Ik maak roosterbrood elke dag. Als je een dag wat omgaat waar ik je roosterbrood maak. Dit is mijn brood op mijn tafel. Want ik is die broodwinner. Voornamelijk zorg dat iets op die tafel is. Kinders, kleinkinders is daar om te eten. Ik zit hier elke dag zonschijn en rozen. Door die telefoon lei. Toen zei mijn zuster van mij, ouse, als je nog nooit sterk was, dan moet je vanavond sterk wees. Mijn dochter zijn man het had doodgesteek op een 19-jarige ouderdom. Het is niet makkelijk. Maar je daar, denk ik aan hoe zwaar ze gekregen heeft. En dit was baie seer geweest. Het was nie een makkelijk pad om te stappen. Ek kon nie uit die kokon uitgekom het nie, om een kind af te gee van die ouderdom. So ek moest my kind se moordenaar vergewe het. Toe skrap ek al die moed by mekaar. En ek sê vir hom, ek vergewe vir jou vir wat jy gedoen het. Een seer, maar ons moet mekaar vergewe. Ek het nie een rede om te kla nie. Ek het een dankbare hart. Want ek het elke aand iets om te eet. Ek het een dakje om op my kop op neer te sit en om te lê. So, ik is dankbaar voor alles dit wat ik verdien. Ik zie nooit van mensen meer. Nie. Als ik kan niet jou, was ik jou. Zo dus dan die poppie. Dus uit die diepte van mijn hart, het is uit liefde uit. En weet je, als die kinders ongelukkig worden, ik zo uitdeel.
Los mij uit. Ik zal weer morgen eten. Dus zo heet ik moest nog maar weer morgen. Als ze mij schreeuwen, dan krijg je hem dubbel terug. En daarom is ik voor, is zo dankbaar voor mijn blessing dat nu komt. Ik heb gezegd, die dood gaan mij schijnen van mijn roosterbrood. Dan moet hulle mijn kusvat boer op mijn rooie trolie zitten. Nee? En dan moet hulle van mijn stoot, zoals ik hem elke dag gestoot heb. Tot daarvoor. En, om alles te kroon, zeg ik kinders, ons gaan die begrafeniskoos maken. Ons gaan roosterbrood maken. Jullie moeten een week voor je thuis beginnen brood breien en vriezelen. Want daar gaan baie mensen komen. Maar zolang mijn oor blinkt, zal ik blij roosterbrood breien. Thanks so much for watching this week's film. For the last 2 years, we shared a new story every week, and we'd love for you to be part of this journey so that we can continue to tell these stories into the future. And you can do that really easily by signing up to our Patreon page. We've written the link in the write-up down below this film. Thank you for your support.